Test. Goedemiddag iedereen. Morgen eigenlijk. Antwoord op de vraag volgens mij bij bingo. Okay. Want we hebben een beetje hetzelfde principe. Marco, welkom. Ik ben Richard Schade. Dit is Q van Bussel. En wij vertegenwoordigen... Moving Business Class! Hey. Nou, wij zijn eigenlijk een hele handige en leuke community. Daarom hebben wij eigenlijk een soort van kijkdoos bedacht. Maar wat van kijkdoos is dat eigenlijk? Laten we even zien. Nou, we gaan eerst even naar de inleiding. Van, nou, hoe zien we het voor ons? Hoe gaan we het indelen? Hoe ziet de presentatie eruit? Nou, we hebben dus eerst een concept vanuit daar het doel, de looks en dan de videocampagne die wij daaraan willen vastpakken. Goh, wat zijn we toch innovatief voor een community? gebeuren. Maar goed, dat maakt niet uit. Ons concept is dus, shit, is this my house? Nou, dat klinkt allemaal heel erg schokkend en nou, eng. Maar hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Zo ziet dat eruit. We hebben een hele handige jongen in onze community en deze heeft het in elkaar gezet samen met andere mensen. Nou, wat je kunt zien is eigenlijk een real life size kijkdoos. Je hebt gewoon muren met plexiglas. Mensen kunnen van de buitenkant naar binnen kijken. Hartstikke leuk en aardig. Is eigenlijk ook wel een beetje een soort van spelletje wat we erbij hebben bedacht, maar het heeft dus twee doeleinden. Je hebt dus de huidige props, bierkratjes, nou hartstikke leuk, innovatief, joepie. Nou ja, eigenlijk is het idee ervan, we hebben twee doeleinden voor dit. Het kan als een kijkdoos worden gebruikt, dus mensen kunnen er langs lopen. Mensen worden getriggerd door een rookmelder, die staat erbij. Ik zal even terug. Deze kijkdoos kan in een stad worden geplaatst. Die kan in een school worden geplaatst. Het kan bijna onbemand zijn, maar het handigste zou zijn van de twee brandweerlieden. En wat er dan gebeurt is, mensen komen langs, die horen een rookmelder, die schrikken zich de apenpleuris. Die denken van, wat zien wij? Want wij willen hameren op de angst. Die kijken ernaar en die zien deze kamer met een beamer erop met special effects, waardoor het verbrand lijkt. Nou, dat zet de mensen aan het denken, want wat zie ik? Wat hoor ik? Waarom staat dit hier? Dus die gaan een kijkje nemen, die zien er binnen verbrande spulletjes. En wij hebben daar brochures bij staan met uitleg van, nou, goed jongens, denk even aan de brandveiligheid, neem het mee naar huis. Vanuit daar. We hebben dus ook een spel. Nou, dat gaat dus op een school. Dat kan ook op andere faciliteiten, kan bij de brandweer zelfs. Nou, ik denk niet dat jullie dat nodig hebben, maar goed. Wat er dan gebeurt is, er komt een klas naar beneden, dan gaat per vier gaan vier mensen dus naar binnen en die moeten dus de kamerbrand veilig maken. Het is geen escape room, dus we moeten niet in de kortste tijd naar buiten of zo. Nee, we gaan allemaal rare dingen neerleggen, dus bijvoorbeeld, nou, wat jullie al hadden aangegeven, een mobiel onder de dekens, bierkratten in de weg en elk spulletje dat ze weghalen, opruimen of goed maken, of veilig dus in het algemeen, krijgen ze punten voor. Win je nou, krijg je een mooie prijs, hartstikke leuk, maar verlies je nou, dan ga je dus dood. Dan moet je dus de hele dag in een button op school lopen. Nou, dat wil je dus niet. Maar dat is geen leuke button. Nou, dat was het dus. Wat we daaraan toe willen voegen, want dit zijn natuurlijk twee concepten. Wat ik daarbij toe wil voegen, dit is hartstikke goedkoop. We kunnen gewoon spulletjes van de rommelmarkt weghalen. Het heet een platform. Dus het hoeft allemaal niet duur te zijn. Het is mobiel, want het is maar één keer dat je het investeert. En vanuit daaruit kun je het dus gewoon meenemen. Je kan het naar scholen meenemen, steden meenemen. En dat is hartstikke leuk. Daarnaast willen we dus een videocampagne neerstarten. Nou, daar zetten we een tv bij, maar je kan het ook publiceren op social media, Snapchat, etc. En daar heb ik er heel veel meer over te vertellen. Ja, we hebben ook een videocampagne. Deze videocampagne bestaat uit 5 korte video's. We hebben bewust voor korte video's gekozen, omdat dat, als advertentie, dan scrollen mensen er niet snel weg. Als mensen zien dat het een video is van 1,5 minuut, nou ja, dan wordt er na 20 seconden wordt afgehaakt. Daarom duren onze video's zo'n 10 tot 12 seconden en wordt het ook echt gebruikt als advertentie op Facebook, Instagram, Snapchat, noem maar op. Als het heel goed loopt, kan het ook nog gebruikt worden als korte reclamespot. Denk bijvoorbeeld aan de reclame van Sieren, maar dan voor brandveiligheid. Waarom denken wij dat dit goed werkt? Het zijn hele korte filmpjes waardoor mensen het onthouden. En het is ook maar een hele kleine handeling. Dus alleen de deur sluiten, dat is al voldoende. Alleen je rookmelder testen, dat is al voldoende. En daardoor gaan mensen het onthouden en dus ook uitvoeren, omdat het maar een kleine handeling is. We zullen nou alle 5 video's die we nu hebben laten zien. Dit kan natuurlijk nog worden uitgebreid. En daarna vertel ik er nog even wat over. Komt dat toch
Nee, dit is de eerste keer dat het gebeurt. Je moet een aparte kabel voor het geluid hebben, dat hebben wij ook niet gedaan. Zit ernaast. Slecht geregeld hier. Zoals jullie zagen, begonnen we elke keer met een, nou ja, een wat vreemde tekst, wat eigenlijk helemaal niks met brand te maken had. En daardoor triggeren we dus de studenten om te blijven kijken. Want ze denken van, hoezo een paard in mijn gang? Hoezo haal ik hem er op tijd uit? En nou ja, dan blijven ze kijken en dan is de video al voorbij. En dan leren ze er toch iets van. En ja, dat is ons concept. Je hoeft er niet uit te ontstaan. Ik zal het even. Ik zei net al eigenlijk. Dus een huis op de markt en aparte videoboodschappen. Of hebben jullie daar nog een relatie tussen? Hoe zit dat in elkaar? Het zijn in principe dus wel redelijk twee verschillende projecten, dat klopt. Maar wat ook wel werd verteld is, bij die kijkdoos hangt een tv'tje. En daar kunnen dan dus ook deze video's worden afgespeeld. Dus dan zien ze dat ook nog. Het was allemaal hartstikke duidelijk. Hartstikke mooi. Bedankt.